Stijn van Soest, Rocco Meenhuis en Steve van Schijndel. Succes! In de regen rijden, de finale is nooit zo leuk. Is nooit zo leuk, maar je weet wel, als je over de finish bent, dan zijn de punten binnen. En is de prijs binnen. We gaan kijken wat er gaat gebeuren met de mooie start van Rijn Hartman. De man aan het kampen, maar er zit een mannetje bij. En er zit een mannetje bij van het BMX Team Nederlands, Team van Schijndel. Met zijn tweede bocht in. En wie gaat er als eerste uitkomen? We gaan het zien. Voorlopig is het de man van het BMX Team, Team van Schijndel. Houden we aan het kampen, moet er water. Moet een paar meters laten. En we kijken naar de 26 van Pierre-Louis Paak van Bommelen. Hij zit er op een derde positie. En kijkt er met zijn mee op de derde plaats. Rocco Meenhuis, de man van de Pissie-trossers. En die moet even aangezetten, want Stijn van Soest zit erbij. De man uit Assen op een vierde positie moet zeggen, maar die wordt ook weer ingehaald. We kijken weer even naar voren. We kijken naar de winnaar. Steve van Schijndel. Hij is de man op de eerste plaats. Gevolgd door Ryan Hartman en Billy Spike van Bemmelen. Finale voor.